Er was eens, lang geleden, 600 voor Christus, deze meneer. Ja, uiteraard hebben we geen foto's van hem, want 600 voor Christus hadden we nog geen fototoestellen. En die ging proefjes doen. En dan gebeurde iets bijzonders mee. Hij deed dat met barnsteen. En barnsteen wreef hij met wol. En daardoor bleek dus dat die stukken barnsteen, die gingen elkaar afstoten. En dan nog andere stoffen. En daar ontdekte hij zijn verschijnsel mee. Nou, als we weten dat barnsteen in het Grieks, en Thales was een Griek, dat in het Grieks barnsteen elektron heet, dan snap je dat we het over het verschijnsel elektriciteit hebben. Dus Thales, die in het plaatsje Milete woonde, die heeft elektriciteit ontdekt. En hij ontdekte dat er twee soorten ladingen waren en hij noemde die gewoon willekeurig plus en min. Als twee tegenovergestelde. Had een vooruitziende blik, want in de 18e eeuw bleek dat er dus een formule op te stellen was, dat is zelfs begin 19e eeuw geweest, een formule op te stellen was die dus de krachten tussen twee ladingen kon berekenen en waarbij dus inderdaad de lading als plus en min moet invullen. Dus had een vooruitziende blik van 2500 jaar. Plus, plus, dus dezelfde ladingen. Plus en plus en min stoten elkaar af. En min en plus die trekken elkaar aan. Nou, ik noemde al dat er dus gerekend kan worden met elektrische lading. Als je ermee kan rekenen, kan je hem dus ook meten. Het is een grootheid. Nou, hier zie je een instrument, dat noemen we een elektroscoop. En dat, ja, die schaalverdeling die stelt ons in staat om elektriciteit te meten, elektrische lading te meten. Ja, dan hebben we dus een symbool nodig. Dat is de hoofdletter Q geworden. En dat is bedacht door deze meneer, naar wie de eenheid is vernoemd, meneer Charles Augustin de Coulomb. Zoals je de naam al kan horen, dat was een Fransman. 1 coulomb, dat is een hele grote lading. Vandaar dat we als we met atomen kijken, vaak met het ladingskwantum rekenen. Het ladingskwantum E, kleine letter E. Het proton, dat heeft een lading van plus 1 E. En dus plus en 1 E, dat is 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. En in tabel 7 van Binas zie je de volledige verzameling aan significante cijfers daarvan. Een elektron heeft een even grote, maar negatieve lading. Min 1,6 maal 10 tot de macht min 19 coulomb, oftewel min 1 E. En in de natuur komen kleinere ladingen dan E niet voor. Dus de lading van een voorwerp is altijd een geheel veelvoud van deze kleine letter E. Nou ja, in veel notaties wordt die E vaak weggelaten. Dus dat alleen een plus 1 en een min 1. Dat is voornamelijk in de scheikunde wordt het vaak gedaan. Eenheden vergeten. Mogen jullie natuurlijk nooit, hè? Denk erom. Denk erom dat je altijd de eenheid erachter zet. Ja, en dan hoe zit het dan met negatieve en positieve voorwerpen? Negatieve en positieve ladingen. Nou, van nature is een voorwerp neutraal. Heeft het evenveel elektronen als protonen. Nou ja, daar kan je dus wat mee rommelen met die elektronen. Als je de elektronen afhaalt, dan heeft het dus een tekort aan elektronen. En dan, ja, dan blijven er dus meer protonen over. Dus het voorwerp positief geladen. Stop je er juist elektronen bij, heb je elektronen overschot. En dan is het voorwerp negatief geladen. En lading kan. Dus het aantal protonen verandert niet. En laten we het voor de duidelijkheid zijn, want die zitten in die kern van die elektronen. En die kern die zit zo vast, daar kunnen we niks aan veranderen. Dus die protonen die zitten echt helemaal vast, daar kunnen we niks mee. Die elektronen kunnen we laten bewegen. En als we praten over bewegende lading, dan hebben we het over stroom. En ook de hoeveelheid stroom, die kunnen we meten. Elektrische stroom, dat is de hoeveelheid elektrische lading die in een bepaalde tijd langs een bepaald punt stroomt. Dus lading per tijd. Ja, hey, wacht eens even. Elektrische stroom, hoeveelheid elektrische lading, dat is te meten. Tijd is te meten, dus de sterkte van de elektrische stroom is ook te meten. Dat is ook weer een grootheid. Dus opnieuw hebben wij een symbool nodig. We noemen hem de elektrische stroomsterkte en de
symbool is dan de hoofdletter I. En dat komt van het Franse intensité. En voluit staat het er al. De intensité de courant électrique. Oftewel, letterlijk de stroom, de sterkte van de stroom der elektriciteit. Hoezo dan weer Frans? Ja, opnieuw vernoemd naar degene die dat bedacht heeft. Dat is meneer André-Marie Ampère. Je ziet hem. Dus 1 ampère is dus 1 coulomb per seconde. I is Q gedeeld door T. En ja, daar moet je mee kunnen rekenen. Onthoud deze formule. Dit is een formule die vaak vergeten wordt. Dus onthoud hem alsjeblieft. Stroomsterkte is lading gedeeld door tijd. Tot zover over lading en stroomsterkte.